Ja jongens, even opletten. Wist je dat driehoeken zo sterk zijn dat je op een stoel kunt zitten van krantenpapier, zolang er maar genoeg driehoeken in het ontwerp zitten? Oké, ik ga van deze krant een meubelstuk maken waar je op kunt zitten. Nou, dat klinkt bijzonder, maar is geen wonder. Durf jij te zitten in een stoel die alleen gemaakt is van kranten en tape? Het kan. En ik ga je laten zien hoe. De kranten zijn de bouwstenen van onze stoel. Rol ze op en maak de krantenrolletjes vast met tape. Zorg dat je meerdere rolletjes hebt. Maak met 4 opgerolde kranten een vierkant. Zo. En plak ze aan elkaar met een flink stuk tape. Dit voelt niet echt stevig, maar wacht maar tot ik een rol diagonaal aan het vierkant vastplak. We zien nu 2 driehoeken ontstaan, waardoor je zult merken dat er geen beweging meer in zit. Maak dit object nog 3 keer. Maak van de 4 verstevigde vierkanten een kubus. Als je een extra krantenrol in elke hoek plakt, wordt de kubus nog steviger. Dit is de basis van je stoel. Maak met 2 rollen een kruis en plak die aan een zijde van de kubus waar geen diagonale rol zit. Dit wordt de zitting van je stoel. Je ziet nog meer driehoeken ontstaan. Bekleed de zitting met krantenrolletjes zodat je comfortabel zit en gebruik 2 grote rollen om een rugleuning te maken. Ook voor de rugleuning geldt dat het maken van driehoeken voor extra stevigheid zorgt. Een stoel gestoeld op driehoeken. En dan is nu het moment van de waarheid. Ja. Nou, hij doet het. Het zit eigenlijk best lekker, zo'n krantenstoel. Niet alleen meubeldesigners, maar ook architecten gebruiken driehoeken om hun bouwwerk extra stevig te maken. Vooral als ze koepels ontwerpen, gebruiken ze driehoeken zodat de boel niet instort en er geen dragende pilaren nodig zijn. Zo'n koepel heet een geodetische koepel en overleeft zelfs een orkaan. Probeer ook maar eens je eigen papieren stoel te maken met de kracht van driehoeken. Kunnen nog wel extra verstevigen met behangplaksel of een leuk kleurtje geven. De kracht van de driehoek. Het is bijzonder, maar geen wonder.